denken dat je het altijd allemaal zo goed weet, Iris. Ja, maar ik weet echt zeker dat het hem is. Ja, en wat hebben we daar dan aan? Dat weet ik veel. Nee, je weet niet veel, nee. Nou, kijk. Ja, een veertje en dan? Een pluimpje, ja, een pluimpje. Nou, lekker belangrijk. Hier, een bruin met wit pluimpje. Ja, dat boeit me niet. Ja, maar dat betekent dat hij hier is geweest. Wie dan? Wie dan? Nou, dat jongetje, weet je wel. Dat jongetje die jouw spelletje verslagen heeft met 25-0. Maar wat heeft hij nou met Graf Schakel laten maken? Nou, dat weet ik ook niet. Maar weet je wat we moeten doen? We moeten nog terug naar Graf Schakel om de schilderij te gaan bekijken. Dan moeten we Dombo roepen. Ja, oké. 1, 2, 3. Dombo! Ja, het werkt helemaal niet meer. We hebben ook geen ruzie, Iris. Nou, wees blij. Wees blij? Nou, we net zo'n ontdekking gedaan hebben. We zijn helemaal niet blij. Hallo, we een ontdekking hebben gedaan. Ik ben degene die hier wel gaan zoeken, hoor. Jij bent degene die een ontdekking gedaan heeft. Wij! Ja. Dombo! Oké, Dombo! Hé, hey. Kom. Ik ga het je laten zien. Nou, tadaa! Kijk dan, dat is hem echt wel. Maar hij heeft helemaal geen hoedje op. Ja, maar je gaat je toch niet laten schilderen met zo'n dom hoedje op? Ah, eindelijk. Hey. We hadden ook elke keer langer op je wachten. Hallo. Nou, fijn dat jullie er zijn. Schaken, schaken. Ik zal je weer wat leren. Hey, om het schaakspel goed te kunnen spelen, moet je je leren verdedigen en moet je ook kunnen aanvallen. Ja. Wat zou jij nou doen, Tim, als je wordt aangevallen? Vluchten. Vluchten, kan. Ja. En wat zou jij doen, Iris? Nou, mijn grote broer erbij halen. Je grote broer erbij halen. Ja. Let op. Ik zet hier een dame op het bord. Ja. En hier staat een paard. De dame valt het paard aan. Oeh. Vluchten. Nou, Tim, vluchten. Waar zou je naartoe willen vluchten? Rennen. Oeh. Ik geef toe. Je gaat weg. Ik ben maar weg. Het is fout. Je gaat weg uit de aanval zo. Ja. Maar je gaat niet weg uit de aanval zo van de dame. Oeh. Begrijp dan. De dame gaat ook diagonaal, gaat ook schuin. Dus dit veld is niet goed. Die maar dit niet. Veld ook niet. En dit veld ook niet. En nee. Dit veld ook. Hè? Pak nou eens een goed veld, jongen. Ik mag ook naar achteren. Ik mag naar achteren. Prima. Zo ga je weg uit de aanval. Ja. Je onttrekt je aan de aanval. Ja. En nou wilde jij je grote broer erbij halen. Ja, ik kan dat ook met schapen. Hier heb jij een broer. Oh. De loper. Zet die nou eens neer zodat hij het paard helpt. Ja, eerst even in elkaar staan. Oké, waar zou ik dat hij me helpt? Dat hij het paard helpt. Zo bijvoorbeeld. Heel goed. Want slaat de dame het paard, dan slaat de broer de dame. Ja. En dat heet in de schaaksport, de loper dekt het paard. Dat kon natuurlijk ook hier vandaan, van dit veld. Hey Tim, dan heb ik voor jou weer eens een vraag. Hè. Dan zet ik de loper hier. Ga jij nou eens in één zet dat paard helpen, dat paard dekken. Ja. Heel goed, jongen. Ja? Heel goed. Dan ben ik blij omdat je, dat je dit veld hebt gekozen. Ja, en wat, niet... ja, deze, want... En niet dit veld, waarom niet? Omdat de dame hem dan zo slaat. Ja, precies. De dame mag ook zo. En dan slaat de dame de verdediger van het paard. En dan ben je nog niks opgeschoten. Ja. Heel goed, jullie gaan goed vooruit, hoor. Ja, het gaat leren, fantastisch. We leren het echt, hè? Ja. Ja. Nou, misschien ging het allemaal een beetje snel. Dus laten we het nog even zien. Eerst die opgave van de dame die dat paard aanviel. Dat paard dat heeft 8 velden. Maar 4 velden, dat zijn de aangegeven velden. Daar kan hij niet naartoe, omdat de dame dan alsnog het paard zou slaan. Maar die andere 4 velden, ja, daar kan het paard wel naartoe. Want dan kan de dame het paard niet slaan. Dus het beste is om het paard naar die aangegeven velden weg te halen, te onttrekken aan de aanval. En dan die opgave die Tim in 1 keer goed had. Hoe moet je nou met de loper het paard dekken? Nou, hij zei, ga maar hier naartoe. En dat was goed. Want de dame zou nooit het paard kunnen slaan, want dan wordt hij door de loper geslagen. En Tim zei niet, ga maar hier naartoe, naar dit veld. Want dan zou de dame de loper slaan. Ja, en daar schiet je niks mee op. Nou heb ik weer een nieuwe opgave. Het heeft te maken met het vorige.
Twee torens vallen elkaar aan. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Nou ga ik met dit pionnetje, die zet ik hier neer en dan dek ik dus de zwarte toren. Nou had jij het er net over wegvluchten, hè? Wegvluchten. Ja. Nou, die toren die is er aangevallen, die kan natuurlijk wegvluchten. Ja. Dat kan. En jij had het over dekken. Nou, dat kan ook. Dan zitten we gewoon hier bijvoorbeeld een grote broer. Dan wordt het een beetje gedekt. Dat kan ook. Maar, nou heb je nog een derde mogelijkheid. Wat denk je? Niet vluchten, niet dekken, maar... Nou, ik zou zeggen, laten we proberen uit te praten. Ja, dat doen wij ook altijd. Uit te praten. Nou... Dat kan niet. Je mag tijdens het schaken nooit praten. Dat mag niet. Nee. Nee, dat mag niet. Iets anders. Nou, opgeven. Ja, Tim. Laf, man. Nou. Zullen we nog een ander ideetje hebben dan? Niet opgeven, niet praten. Jongens, denk nou na. Aanvallen. Ja. Nou, maar natuurlijk. Slaan. Dus je slaat en die toren gaat van het bord. Ja. Dat is niet erg. Want zwart slaat ook. De witte toren en beide partijen hebben een toren geslagen van de andere partij. Maar toch, het is een manier om je te onttrekken aan een aanval door ook te slaan. Nou heb ik nog een opgave voor jullie. Ik zet hier de dame, hier de loper. Vallen elkaar aan. Ja. Ik zet hier een pionnetje, dek de loper. En ik zet hier een witte pion. Soldaat. Een soldaat. Pion. Nou, de dame... Gaat natuurlijk niet die loper slaan, hè? Nee. Dat doet ze niet, hè? Want dan slaat het precies, dus dat doet ze niet. Maar hoe kun je deze aanval van de loper op de dame nou nog meer pareren? Denk na. Ja, dat doen we al de hele tijd. Nou, dat wou ik net doen, wat jij wat wou je doen dan? Zoiets? Ja. Heel goed. Want je onderbreekt de aanval van de loper op de dame. Nou. Dat is heel goed, Iris. Jongen, ik deed het ook. Had jij het ook gezien? Ja, ik deed toch hetzelfde. Dan was het heel goed, heel goed. Ja. Voor alle twee. Maar nou was het misschien allemaal een beetje snel. En dan willen we dat nog eens een keer goed herhalen. Dus, in deze situatie wordt de witte dame aangevallen door de zwarte dame. Wat kan ze doen? Ze heeft vier manieren om zich te verdedigen. Ze kan wegwezen, vluchten. Dat is één manier. Ze kan de zwarte dame slaan. Dat is de tweede manier. Dat is niet erg, want de koning dekt dan weer de eigen dame. Maar goed, het kan. Een derde manier is om de eigen koning te gebruiken om de dame te verdedigen. Dat is nog een manier. En de vierde manier is om de pion tussen te plaatsen. Dus vier manieren om je aan een aanval te onttrekken. Nou jongens... Oefenen jullie nou nog een klein beetje met al die verdedigingsmogelijkheden? Ja. Ik moet er vandoor. Er wordt weer ergens een schoolschaakles gegeven. Daar moet ik bij zijn. Tot zo. Ajoe. U bent aan zet. De computer? U bent aan zet. En het ziet er ingewikkeld voor u uit. Schaak. We hebben hier Marco, die zit op bord 1 van ons eerste team. Robin speelt op het tweede bord in ons eerste team. En nou zeg maar zelf, wat zijn jullie met het eerste team geworden? Derde van Spijkenissen. Derde van Spijkenissen, dus hartstikke goed gedaan. Mooi zo, altijd eerst handen schudden voor de partij. We zitten hier op basisschool De Meander in Spijkenissen. En daar wordt veel aan schaken gedaan. Met goede resultaten. Dat hebben we net gehoord van de juf. En dat is leuk. Voor iedereen. Wordt er bij jou op school nou nog niet geschaakt? Nou, vraag het dan aan je onderwijzer. Weet je wat? Laten we eens even zo'n schaakles volgen. En als je nou nog wat beter kan schaken, waarom is het dan belangrijk dat je die letters en die cijfers kent, Maarten? Nou, als je dat moet noteren, noteer je het. Ja, met die cijfers. Ja, dat is waar. Dan schrijf je dat allemaal op. Hè. Dan schrijf je elke zet die je hebt gedaan, die schrijf je dan op een blaadje. En wat kun je daar dan mee doen als je dat opgeschreven hebt? Is dat nog van belang, Marijke? Ja, dat dan wedstrijd. Ja, en dan kun je die wedstrijd, wat kan je daar nog een keer mee doen als je het al opgeschreven hebt, Reinier? Nog een keer spelen. Ja, kan je het nog een keer naspelen. En dan kun je misschien iets aan zien als je dat nog een keer naspeelt. Wat kun je dan allemaal zien? Als je
die wedstrijd nog een keertje naspeelt, Marijke. Nou, of je een foutje hebt gemaakt. Precies, of je misschien een foutje hebt gemaakt. En dan kan je, als je weer zo'n wedstrijd speelt, kan je van die fout misschien leren. En dan ga je dat misschien beter doen. Ja. Nog even afblijven, hè? En misschien als je er al over nadenkt, dan snap je misschien al wat de bedoeling is. Ja, dat ik dan straks eigen schaken met Engelse drop. Ja, dat zou ook wel leuk zijn. Hè? En dan alles opeten zeker. Eens even kijken hoor, Björn, waar ligt jouw Engelse drop? B2. Eet smakelijk, Björn. 2F. Ja, dat is goed. Ja, je moet eigenlijk zeggen F2, hè. Maar ik vind 2F in dit geval ook wel goed, hoor. 2-3. Is dat goed, Jeffrey? Ja. Eet smakelijk. Nou, het gaat wel lekker zo, hè? Ja. Gillian, waar ligt die? C6. Prima. Robin, F2. Vertel het eens. F2, eet smakelijk. En die van jou? E6, geweldig. D6. Eet ze. D6, prima. En? C2. C2. Kost me een hoop Engelse drops, hè? Dat had ik niet verwacht. Nog even verder kijken, hoor. Snap jij het? Eerlijk zeggen? Ja. Nee. Dat dacht ik al, ja. Ja, maar wat moeten we nou doen? De graaf heeft het felste druk. De computer denkt de hele dag maar na. Die hoeft het land niet in, die hoeft niemand les te geven. We moeten wat verzinnen. We? Nou ja, jij dan, wat maakt het uit? We moeten de graaf helpen. Ja, maar ik weet het ook allemaal niet meer. Laten we vluchten. Nee man, vlucht is laf. Nee, we moeten iemands hulp inroepen of zo. Ja, maar wie dan? Ja, wie dan? Wie dan? Weet ik veel, Tombo. Natuurlijk. Jantje. Tombo. Oh. Sorry hoor. Zo doen we dit altijd namelijk. Nou ja, als we bij Schakela vandaan komen alleen, ja. Toch? Schakela? Ja, bij Schakela, ja. En wat doe jij hier dan? Ik zoek mijn pluim. De pluim van mijn hoed. Ik ben hem hier verloren. Hij is heel erg belangrijk voor me. Ik heb hem ooit van mijn leraar gekregen. Is het die bruin met witte? Ja. Ja. En ben jij Jantje? Ja. Ik ben Tim. Hi. Hi, ik ben Iris. Dank je. Hé, hey, Jantje, volgens mij kan jij het een en ander voor ons oplossen. Ja. Dus jullie weten al meer van me. Nou, ik weet van Schakela dat jij... Iris? Tim? Iris? Niet te geloven. Jantje. Jantje. Maar wat spreken we af? Oh ja. Morgenochtend om... 10 uur? 10 uur? Bij het bank. Ja, bij het water. Oké. Is goed. Dag Jantje. Doei. Doei. Dag Jantje, tot morgen. Kom Iris. Wie er het snelst is. Doei.